Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe praatvideo. Ik zie de laatste tijd heel veel YouTubers die een video maken over de Belgische community. En in die video's zijn ze niet echt positief. Zo zag ik vandaag twee video's over de Belgische community waar weer al gezeikt wordt over uitsluiting, vriendjespolitiek en allemaal andere bullshit. In deze video ga ik eens goed en deftig uitleggen hoe het echt zit met de Belgische community. Wat er beter kan, wat er slecht is. Wat we echt gewoon verkeerd doen en ja, wat de goede dingen zijn. Want elke keer als er een video gemaakt wordt over de Belgische community, is het alleen maar negativiteit. Niemand gaat eens vriendelijk zijn voor de Belgische community. En niemand gaat eens zeggen, dat is wel goed. Ik kan u zeggen in de comments, wat is er mis met de belichting? Ik vond het wel een beetje leuk om zo het licht daar te zetten en het een beetje donkerder te maken. Terwijl het eigenlijk middag is. Maar dan, ik vind het wel fijn om voor zo'n onderwerp de kamerverlichting en zo een beetje te veranderen. Dus laten we beginnen bij het begin van de Belgische community. Het eerste waar iedereen over zeikt is vriendjespolitiek en samenwerking. In de video zeggen ze altijd, de kleine YouTubers hangen beneden, blijven bengelen. De grote YouTubers groeien alleen door. Jongens, als we met weinig waren, als we met een stuk of 10 Belgische YouTubers waren, dan konden we samenwerken in één grote community. Maar we zijn met te veel om allemaal samen te werken. We zijn met meer dan 100. En het probleem waar we nu enorm mee kampen, is de community in België is gefuckt op het vlak van verschil. Dan bedoel ik, je hebt de grote YouTubers en je hebt de kleine YouTubers. Tussenin heb je een beetje mij, Unagis, Repsai, degene die zo'n beetje aan het groeien zijn. En die zijn zo'n beetje tussenin. En normaal zou iedereen een beetje gelijk moeten liggen. Je zou veel grote moeten hebben, veel middelmatige en veel kleine. Het probleem in België is, je hebt 3 grote, 10 middelmatige en 25 miljard kleine. Slecht is het niet, dat betekent dat er binnen een paar jaar veel hele goede YouTubers gaan zijn. Het probleem is dat er nu te veel kleine YouTubers zijn die nog niet echt op het juiste niveau zitten. En juist daarom moeten jullie een community beginnen. Dikke shout-out naar It's All Belgian. Die gasten hebben een kleine community gemaakt met dudes die allemaal een beetje op hetzelfde niveau zitten. Heel goed. Zeg dan alsjeblieft niet in je video's dat wij jullie uitsluiten of jullie niet gebruiken voor samenwerkingen en zo. Het grootste probleem is jullie denken dat wij jullie een brief sturen of zo, of jullie een doel met ons willen opnemen. Het is de bedoeling dat jij aan ons vraagt om samen te werken. Want je kan nu zeggen, ja, jij bent altijd bij Unagis, Jasper, Pof, Anti-Vehicle Squad, Ruby Games. Je bent er altijd bij. Wij zijn geen community, wij zijn vrienden. En wij skypen als vrienden en spreken af in het echt als vrienden. We zijn geen community die elkaar boosten, we zijn gewoon goede vrienden geworden. En dat is echt iets helemaal anders. Dan nog iets waar ik een enorme hekel aan heb, is het feit dat hele kleine YouTubers aan mij vragen om samen te werken. Kijk, het slimste wat je kan doen, is iemand zoeken van plus 100, min 100, jouw aantal subs. Die hetzelfde doet als jou en daar iets mee doet. Zo heb ik Unagis, aka Ryan, leren kennen. Hij had 100 subs meer dan mij. Ik contacteerde hem, we skypten en zo zijn we samen een beetje beginnen cross-promoten. Wat betekent dat je elkaar een beetje subs bijgeeft van beide kanten. Dus de grootste tip die ik je kan geven als je kampt met community-problemen waarin je zegt ik ben alleen, er is niemand die met me kan werken, ga op zoek. Ga op zoek naar alle Belgische YouTubers. En wat is het slimste wat je kan doen? Start op mijn kanaal, klik op iemand door en kijk bij zijn aanbevolen kanaal en wie daar allemaal tussen staat. En waarschijnlijk ga je heel de tijd een trapje kunnen zakken in aantal subs. Want bijvoorbeeld Anti-Vehicle Squad, ik zal zijn channel in de beschrijving zetten, heeft fucking veel kanalen in zijn beschrijving staan. Respect voor die dude, hij is super vriendelijk. Klik zeker op zijn channel, kijk bij zijn aanbevolen kanalen en blijf dan doorklikken. En op een bepaald moment zou je wel uitkomen op iemand die ongeveer evenveel subs heeft als jou. En misschien doet deze persoon wel hetzelfde als jij doet. En dan kan je gaan samenwerken met hem. Kan je beginnen cross-promoten en contra-promoten. Cross-promoten is gewoon bijvoorbeeld een video maken met hem. Hem in je beschrijving zetten. Afspreken met hem in real life. En zo een beetje elkaar promoten. Contra-promoten daarentegen is hetzelfde beginnen doen als hem in je video. Die nooit geholpen met je gele leven. En zo raar Engels praten met een cool accent. I watched some Manchester last night. Zo dingen. En als hij dan allemaal van die dingetjes gaat beginnen doen, hun nadoen, dingen overnemen van hun, dan kan je beginnen contra-promoten en zullen mensen naar jouw video kijken en zullen ze denken, hey, hij gebruikt dezelfde grapjes als hem. Ze kennen elkaar. Subscribe, like, volgen. Zo dingen. Echt waar. Ben jij een kleine YouTuber? Zoek mensen die even groot zijn als jou. Kom niet bij mij vragen voor het doelcommentary. Want ik meen het, sommige mensen willen jullie vragen daarvoor doe ik jongen Terry. En dan denk ik in mezelf, wat zou er gebeuren
als ik nu een keer zeg, oké, het is goed. Dus iemand vraagt aan mij, wil je een duo commentary doen? Iemand die misschien 5 subs had of zo, als de video's waren echt de reet slecht. Ik zeg tegen hem, oké, wat wil je doen? Heb je een leuk onderwerpje? Ik heb geen bericht meer gekregen van hem, omdat hij waarschijnlijk geen onderwerp had. Dus als je een grote YouTuber in je vriendenlijst hebt, en je wil beginnen praten tegen hem, stuur dan niet gewoon, hey, of hoe gaat het? Of wanneer je nieuwe video, of al die andere shit. Als je hem iets wil vragen, what the fuck is er met mijn computer gebeurd? Als je hem iets wil vragen, zorg dan dat je een nuttig vraagje hebt. Waar hij ook een keer op kan zeggen van, eindelijk een nuttige vraag, hey, 7. Want 10.000 mensen die ik heb geaccepteerd op Facebook, die zagen soms zo hard. En dan denk ik gewoon, wow, yo, is het niet de bedoeling dat Facebook privé blijft ofzo? Maar ik heb jullie geaccepteerd, jullie zouden een beetje blij moeten zijn dat ik jullie heb geaccepteerd. Maar probeer me alsjeblieft niet zo vol te spammen. Ik vind het altijd leuk als jullie sturen een nice video, maar aan de andere kant dan ook van fuck it. Dus klein YouTuber probeert te collaboreren, samenwerken met de vijand, met iemand anders. Probeer een beetje samen te werken met andere YouTubers. Dan bestaat er ook zoiets als subboosten. En dat is, stel, ik heb nu bijna 1600 subs. Iemand in mijn klas begint ook met YouTube. En wat zou ik doen? Ik cross-promote op mijn channel. Een video maken, sub op hem. En video's laten maken op mijn channel, waarin hij zegt sub op mij. Dat ga ik nooit doen. En dat is ook niet slim. Dus zo promoten, ik ken mensen die dat doen. En dat werkt wel om aan een deftige aantal subs te geraken. Maar voilà, dat werkt nooit goed. Hetzelfde zoals gastrollen. Gastrollen maakt je kanaal kapot. Voor de simpele reden, het is jouw channel, jij uploadt erop. Als het een community channel is, zoals Dagelijks HD, dus David Games, waar 10 fucking duizend mensen op uploaden, mag dat allemaal. Maar stel, ik zorg nu dat Unagi, Squinten, Anti-Vehicle Squad, Ruby Games, Repsai, Olek, al die dudes op mijn channel laat uploaden, allemaal hun eigen video laat maken, dan heb je allemaal verschillende stijlen. Je hebt Olek's geen boeiende fuck stijl. Je hebt Miguel's veel te vriendelijke stijl. Je hebt Repsai's een Repsai stijl. Je hebt iedereen zijn andere stijl. En mijn channel loopt nu lekker op mijn stijl. Want ik denk dat jullie allemaal wel een beetje weten hoe ik video's maak. En als andere mensen dan op mijn channel beginnen te uploaden, dan gaat dat zo. En dan krijg je kijkers op een channel die komen voor één YouTuber en weggaan als er een andere video komt van een andere YouTuber. En dat wil ik niet. Dus de Belgische YouTube community is helemaal niet zo gefuckt als je denkt. We zitten gewoon in een moeilijk moment waarin we met te veel kleine YouTubers zitten en te weinig grote om een beetje te compenseren tegen elkaar. Maar jongens, geloof mij, binnen een paar jaar is alles goed. Dan zal er een nice community zijn. Dan zou je kunnen zeggen, ik was erbij van het begin. Ik heb de harde tijden meegemaakt, maar ik heb de Belgische revolutie van YouTube meegemaakt. Dus jongens, vond je het een leuke video? Zeker een duimpje omhoog. Jij gaat nooit meer een video maken waarin je zegt, fuck de Belgische YouTube community, nadat je deze video hebt gezien. Dus vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog. Ik ben IJsit, ik zeg, scheer je bal aan haar. Ik ben IJsit en ik zeg, adios bitches, zeker een duimpje omhoog.